Welkom allemaal bij de sessie over de interactie tussen inspectieresultaten en rekenmodellen. En als het gaat over interactie, dan wil je natuurlijk dat die twee elkaar versterken. Ik ga de workshop houden met mijn collega Kiese. Zij zal het tweede deel van het verhaal doen. En ik ben Joost van der Hammen. We werken allebei bij Nelen Schuurmans. Maar voor dit project was ik ook deels gedetacheerd bij de STOA. Voor het ontwikkelprogramma Regionale Keringen. We gaan het hebben over toetsen op degradatie en over de dataset eigenlijk. Dus waar we het net heel erg hebben over gehad, over de toepassing van AI en de toepassing van machine learning in de sessie hiervoor. Hebben we nu een dataset? En wat kunnen we daar allemaal mee? En we willen ook graag jullie denkkracht gebruiken om daarover mee te denken. Klein beetje de opzet van de presentatie. Ik geef jullie zo een korte inleiding op het thema toetsen op degradatie en wat we daarin hebben gedaan. Vervolgens zal ik een korte introductie geven in de dataset van stabiliteitssommen die we hebben aangelegd. En vervolgens zal Kiese jullie begeleiden in een klein beetje in een deep dive door middel van een quiz. En ook een presentatie van, we hebben zelf ook al nagedacht van hoe zouden we de dataset kunnen ontsluiten voor bijvoorbeeld gebruik door de inspecteurs of door de beleidsmedewerkers. Bij een waterschap. En we gaan jullie gewoon de user interface presenteren om te kijken hoe dat aansluit bij jullie informatiebehoeften en of dat iets is om te gaan gebruiken. En op het eind vragen we jullie om feedback, maar hebben ook een paar vragen om wat verder over na te denken. Toetsen op degradatie. Dat is eigenlijk een traject wat dus gestart is vanuit het ontwikkelprogramma Regionale Keringen, waarin het toetsinstrument voor regionale keringen wordt ontwikkeld. En er zit eigenlijk een beetje visie achter. En niet toevalligerwijs zitten wij ook in de presentatie na Bas, die ook al wat aangaf over het actueel inzicht. Want actueel inzicht gaat ook over het combineren van een binnenbeeld en een buitenbeeld. Waar we misschien het buitenbeeld, de visuele inspecties, hoe ziet die dijk er buiten uit? Moet aansluiten natuurlijk bij je binnenbeeld, wat vaak bereikt wordt door de toetsrapporten, maar ook wel door de rekenmodellen. En gaat het dus ook een beetje over het versmelten van inspecteren en toetsen. Want uiteindelijk willen we natuurlijk naar die situatie die Bas eigenlijk zojuist presenteerde, dat we echt goed inzicht hebben waarop we de besluiten kunnen nemen over onze keringen, maar ook in tijden van calamiteiten. Even de leidraad toetsen. Daar staat dit schemaatje al sinds jaar en dag in. Van als namelijk een toets eerder heeft plaatsgevonden. En dit traject is natuurlijk ook begonnen met een beetje een business case te maken. Van waarom is het nou nuttig om dit te doen. Want als je eenmaal een toets hebt gedaan, is het misschien niet nodig om de toets helemaal opnieuw te doen 5 jaar later. Want je mag ook, dus als de kering voldoet aan de norm. Even kijken, ja, de toetsing heeft al eerder plaatsgevonden, ja of nee. Nou, als dat niet zo is, ja, zul je moeten uitvoeren. Als dat wel zo is, voldoet aan de norm, nee, of er was geen oordeelversterking heeft plaatsgevonden of is een uitvoering, kun je nog steeds uiteindelijk naar dit vierkantje. En daarin staat de geometrie en de hydraulische randvoorwaarden en de toetsregels en de overige kenmerken zijn niet ongunstiger geworden. En die mag je ook met ja beantwoorden, dan moet je er als beheerder nog even een keer goed naar kijken van ben ik het inderdaad mee eens dat het toetsoordeel overgenomen kan worden. En dan kun je direct eigenlijk je toetsoordeel overnemen. Voor dit vakje van niet ongunstiger geworden, bijvoorbeeld de geometrie of de hydraulische randvoorwaarden, waren nog niet echt handreikingen. Dus een van de doelen van dit traject was, kunnen we een paar vuistregels bedenken, kunnen we wat handreikingen bieden, hoe je dat eigenlijk kan beoordelen of de geometrie niet ongunstiger is geworden. Want wat is precies ongunstiger? Ja, we zien hier een plaatje van best wel flinke graverij. Maar het lijkt ook best wel een hele brede, sterke kering hier. Dus ja, waar hebben we hiermee te maken? Zitten we op de blauwe lijn, op de oranje lijn of zitten we op de groene lijn? Nou, daar wilden we eigenlijk meer inzicht in krijgen. En we hebben daarvoor gekozen eigenlijk om een soort data-gedreven aanpak te kiezen. Om te kijken van kunnen we op een of andere manier kwantitatief ook onderbouwen hoe die degradaties eruit zien. En dat hebben we gedaan voor het thema macrostabiliteit. Het is een traject wat eigenlijk al 3, 4, misschien wel 4 jaar geleden is gestart.
ik denk ook 4 jaar geleden, hier de eerste resultaten waren gepresenteerd. Ze zijn namelijk bij een aantal wat extra jonge dijkbeheerders op bezoek. Sorry, wordt even afgeleid door een kinderwagen. Ik heb zelf ook 2 kleine kinderen, dan gaat dat in je hoofd zitten. Wat was ik aan het vertellen? Ja, 4 jaar geleden stonden we ook op de inspectiedag. Toen nog mijn voormalige collega Vera Konings met Henk van Hemert. Ook uit te leggen dat we een aantal case studies hadden gedaan bij Hollands Noorderkwartier, Schieland, de Krimpende Waard en Rijnland uit mijn hoofd. Om te kijken of je met een heel aantal sommen goed inzicht krijgt in de mate van degradatie. En dat, die case studies hebben ons geholpen eigenlijk om een aantal uitgangspunten te kiezen waarop we een grote dataset kunnen aanleggen om inderdaad de mate van degradatie eigenlijk te kunnen afleiden. Wat we hebben gedaan, we hebben voor heel aantal stereotype invoer. We hebben dus de dijkanalyse module van die door Deltares ontwikkeld gebruikt om stabiliteitssommen te doen voor eigenlijk een aantal stereotype keringen. Die hebben we afgeleid zowel op de geometrische eigenschappen, dus bijvoorbeeld de kerende hoogte, de helling van het binnentaluut, de kruinbreedte. Nog een aantal, de afstand binnenteen. Zo hebben we gekeken naar de phreatische lijn in de keringen, daar verschillen in. En keuzes gemaakt in de ondergrondopbouw. We hebben die case studies die ik zojuist benoemde, die hebben we gebruikt eigenlijk om keuzes te maken in de varianten die we hebben doorgerekend, zodat we daar de goede invoer hebben. En vervolgens hebben we daar een vervolgens hebben we eigenlijk een basisberekening dus gemaakt op basis van die eigenspunten. En vervolgens een 5-tal degradatiekenmerken doorgerekend. Dat 5-tal, dat zijn eigenlijk 2 wat meer in de aantastingen. Dus dan heb je het over scheurvorming en graverij. En wat langzamere processen, zoals de wijziging van de polderpijlen. Je verdieping van je... gaat lekker. Verdieping van je teensloot en de daling van het achterland. Dus dat zit om in de dataset wat ik nog niet. En we hebben ook nog gekeken van wat als je meervoudige degradaties te maken hebt. Dus bijvoorbeeld en daling achterland en sprake van scheurvorming. In hoeverre tellen die degradaties nou op in de sterkte? Voor het bepalen eigenlijk van wat is een ernstige degradatie, wat is een matige degradatie, bijvoorbeeld die scores zag je zojuist, hebben ook gekeken naar de digigids. Dus we zien misschien ook wel de uitkomsten van deze dataset, dat een soort aanvulling is op de digiset, om ook te kijken van de categorie slecht, is natuurlijk ook wel een beetje kering afhankelijk van of dat slecht is of niet. Dus misschien kunnen we daarin ook nog een stapje slimmer maken, om het zo te zeggen. Die dataset die heeft dus eigenlijk ruim 220.000 stabiliteitssommen, rekenresultaten opgeleverd. En die biedt allemaal interessante inzichten. We hebben dat bij ons op kantoor is een brainstorm gedaan met allerlei data scientists. Het begint gelijk te kriebelen om natuurlijk allerlei correlaties te zoeken, om dat tegen andere data af te leggen, om het te gaan plotten in Nederland. Hè, welke dijken vind je nou waar? Je hoorde net ook, of zag aan de voorbeelden die Bas Kool ook denk ik aangaf. Kijk, ideeën genoeg, zeg maar, om mee aan de slag te gaan. En een paar inzichten die ik hier even heb geplot, van die ons ook wel interessant voorkwamen, was dat eigenlijk 25% van alle varianten die zijn doorgereikt zijn eigenlijk ongevoelig voor alle beschouwde degradatiekenmerken. En dat betekent ongevoelig dus eigenlijk voor wat dat doet met de sterkte. Ongeveer 45% voor 1 degradatiemerk, ongeveer 30% gevoelig voor 2 of meer. Wat we hebben gevonden ook in die meervoudige, tellen degradaties bij elkaar op of niet, hebben we gevonden dat niet zo is. Dus het wordt natuurlijk in sommige combinaties wordt het wel erger als ze allebei tegelijk optreden, maar dat is niet sprake van dat die 2 optellen. Dus je kan er met een conservatieve aanname kun je ze bij wijze van optellen. Dan weet je in ieder geval, als het dan niet erg is, dan is het ook echt niet erg.
Nou, en hier nog een klein tabelletje met als ze dan een degradatiekenmerk invloed heeft op een kering, dan is het grootste, dan is eigenlijk het daling achterland. Even als je kijkt gewoon in aantal sommen die een negatieve, is daling achterland eigenlijk het meest significante degradatiekenmerk. Al moet je wel voorzichtig zijn met dit soort uitspraken natuurlijk, op basis van deze data. Ja, Kiesje, ik ga jou het woord geven. Nou, ja, 220.000 sommen, echt superveel. Dus ik denk, wat nu leuk is om te doen, is een beetje gevoel krijgen, oh, wat zijn deze sommen nou eigenlijk? En hoe hebben we deze eigenlijk uitgevoerd? Dus jullie krijgen zo meteen 3 vragen. Bij alle 3 is er eerst een basiscase en op die basiscase is eigenlijk een degradatie uitgevoerd door middel van een aanpassing of in de geometrie of in de verschillende opbouw. Nou, we beginnen dus hiermee. Eerste dijk, een kleine dijk, niet heel erg hoog, de hoogte van de 2 meter en een redelijk taluut. En wat we hebben proberen te schematiseren is wat gebeurt er als er dan ernstige scheurvorming is. Wat we hebben gedaan door de bovenste toplaag eigenlijk in sterkte te laten afnemen. Zo hebben we dat geschematiseerd. En bij deze case hebben we dan ook nog een extra toevoeging gedaan door de phreatische lijn in deze dijk nog op te hogen. De safety factor voor de basiscase was in dit geval 0,79. En de vraag aan jullie, als er een ernstige scheurvorming is en een verhoging van je phreatische lijn, hoeveel afname in je sterkte kan je dan zien? Is dat minder dan 5%, 5-10% of meer dan 10%? Ik geef jullie eventjes de moment om erover na te denken. En dan gaan we even oldschool, dit keer even geen mentimeter, maar met handen omhoog. Gaan we even kijken wat iedereen denkt. Ja. Wat is de grondopbouw? Wat is 3 en wat is 2? Ja, dat, ik weet het niet zeker. Volgens mij is het klei. De bovenste klei en de onderste misschien zand. Maar dat is voor de vraag misschien niet heel relevant. Het gaat meer om, als je dan een bepaalde type dijk hebt, wat voor effect heeft dan deze bepaalde degradatie? Want de diktes van de lagen en de andere eigenschappen blijven dan wel hetzelfde. Oké, wie denkt antwoord A? Best wel veel. Dus eigenlijk dat er weinig gebeurt als er scheurvorming is. Wie denkt antwoord B? Oké, aantal. En antwoord C? 1 persoon. En waarom denk je dat? Snap ik. Goed, dus het zou nou zo zijn op basis van de experimenten die we in de Hedwigpolder hebben uitgevoerd, dat een scheurtje in één keer fataal wordt. Ja, het zou kunnen. Dan is meer dan 10%. Zeker, ja. Nou, we hebben het... Oh, sorry. Ja. Ja, ik denk dat een hele goede opmerking gemaakt is. Mm-hmm. Ik denk dat degradatieprocessen niet lineair zijn. Op een gegeven moment is er een breekpunt. Ja. En dat zit helemaal niet in deze modellen natuurlijk. Wat jullie hiermee doen, zegt niet zoveel over onze dijken, maar over het Destability Rekenmodel wat Deltares heeft ontwikkeld. Ja, ik ben het zeker met jullie eens. Ik denk voordat je echt een heel duidelijk antwoord op dit kan geven, dan heb je waarschijnlijk meer informatie nodig en meer achtergrond. Maar dit is puur zodat we een beetje gevoel krijgen over wat voor data we eigenlijk hebben. Maar je had het in ieder geval wel goed. Er was een afname van het model van 11%. En doordat de dikte van de slappe lagen, de sterkte ervan is afgenomen, is er gewoon wat minder weerstand op de dijk. En door de phreatische lijn is er ook weer wat meer waterindringing. En dat heeft dan in ieder geval in deze som ertoe geleid dat de stabiliteit best wel heeft afgenomen. Dan is er een volgende. Waar moet ik klikken? Oh ja. Dus een net andere dijk. Best wel een diepe glijvlak al in dit geval. De teensloot is ook even wat dieper.
Maar in dit geval is alleen de eerste toplaag is qua sterkte afgenomen. En nou, weer de vraag. Wie denkt minder dan 5% afname in dit geval? Ja. Tussen de 5 en 10? Ja. Ja, meer dan 10? Ja, ik zag dat een aantal ook niet stemde, maar dat is helemaal geen probleem. Ja, in dit geval was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. De kwetsbaarheid hiervoor was niet heel erg hoog. Het kwam omdat het glijvlak best wel diep was al. Waardoor als je alleen het bovenste stukje qua sterkte laat afnemen, dat daar niet heel veel effect heeft op je stabiliteit van je dijk. Nou, dit is dan een categorie redelijk matige degradatie. Nou, allerlaatste, daling achterland. Best wel veel voorkomend, want de waterschappen die onderhouden wel de dijk, maar het achterland blijft toch wel dalen. Dus veel voorkomende type. In dit geval een daling van 25 meter aan de achterzijde. Wie denkt minder dan 5% afname van je stabiliteit? 1. Wie denkt er tussen de 5 en 10? Heel scherp. Meer dan 10? Yes, een aantal. Ja, heel goed. Het is tussen de 5% en 10%. Ja, we moesten ze allemaal wel eventjes langs gaan. Hè? Beperkt, matig en heel ernstige degradatie. Maar in dit geval daling achterland, het creëert best wel wat voor destabiliteit. Want de evenwicht is er eigenlijk niet echt meer als de achterland aan het dalen is. En voor deze som was het dan specifiek 6% van de afname in stabiliteit. Zo hebben we dus eigenlijk heel veel verschillende varianten uitgerekend en de afname qua stabiliteit bepaald voor de verschillende degradaties. Dit is een beetje de dataset die we hebben. Dus 220.000 sommen ongeveer van dit soort berekeningen. Waardoor we dachten van nou, al deze sommen, hoe kunnen we dit eigenlijk toegankelijk maken? Want ja, wat je ook zei, je wil eigenlijk misschien nog wat meer info over de achtergrond om juist dan die analyses te kunnen uitvoeren. We hadden als idee, dit is puur een conceptueel idee wat we hadden om de data toegankelijk te maken. Ik neem jullie even er doorheen hoe dan dit tot gebruikers eventueel gebracht kan worden. Eerst homepage, korte info over wat nou daadwerkelijk is gedaan. En de mogelijkheid bieden ook om de data te downloaden via deze module. Want het is een hele grote dataset waar ook nieuwe analyses op gemaakt kunnen worden. Het idee is eigenlijk dat je verschillende kenmerken van je dijk kan opgeven. En dan kan vinden welke sommen bij die specifieke dijk hebben gehoord. En welke degradaties dan er echt toe doen voor deze type dijk. En welke wellicht eigenlijk niet zo heel veel effect hebben. Dus als we dat dan voor een voorbeeldje invullen, dit zijn trouwens gewoon dummywaardes, zodat we een beetje door kunnen lopen, maar niet de analyse compleet uitgevoerd. Als we dan vindt kwetsbaarheden, dat je dan eigenlijk tot een pagina komt waar dan voor de verschillende degradaties is gegeven hoeveel procent van de sommen er een hele sterke afname was van je sterkte en bij welke was het matig en bij welke was het dan beperkt, dus eigenlijk verwaarloosbaar in dit geval. En dit zou dan eventueel dan een indicatie kunnen geven van oké, voor deze type dijken is het dan wellicht niet zo interessant om dan naar de verdieping Teensloot te kijken qua degradatie. Dat je dan juist focust op een andere type degradatie die er veel meer toe doet op basis van de sommen. Dus je krijgt een soort indicatie om wat beter eigenlijk je onderzoek uit te gaan voeren. Wat is de eerste indruk van zo'n type dataset en dat dit op deze manier eigenlijk wordt toegankelijk gemaakt? Hebben mensen hier al meteen opmerkingen over?
Laat ik wat zeggen. Ja, tuurlijk. Ik denk dat het... nou, ik heb net een andere sessie en dat ging over de betrouwbaarheid van dijkinspecties. Mm-hmm. En dat zeg ik niet om reclame te maken, maar een van de punten die eruit kwam is eigenlijk dat bij dijkinspecties dat er vaak op te veel dingen tegelijk gelet moet worden. Ja. En daar kan dit volgens mij heel erg bij helpen, dat je op basis van je veiligheidsbeeld echt kunt zeggen van nou, je loopt als inspecteur bij wijze van spreken een bepaald dijkvak in. Je krijgt een piepje en die geeft aan van let hier op, nou, wat is het, graverij, scheurvorming en daling van het achterland. En de rest mag je vergeten de komende kilometer. En dan kun je als inspecteur denk ik veel gerichter te werk gaan. Dus in die zin denk ik dat zeker nuttig is. Het is natuurlijk nu alleen stabiliteit, hè, er is nog meer. Maar goed, daar is het vast ook over te maken. Ja. Dankjewel. Ja, ik... Er staat dan kwetsbaarheid, hè? Maar in hoeverre zit dan het effect van die, nou, bijvoorbeeld scheurvorming of graverij op de veiligheid van de dijk erin verwerkt? Want hij kan wel niet zo kwetsbaar zijn, maar stel je nou voor dat het optreedt en dat dan je hele dijk wegspoelt bij gemiddeld hoogwater. Nou, dat is een beetje een extreem voorbeeld, hè? Maar de effecten, hoe zit dat erin? Ik snap niet helemaal je vraag eigenlijk. Nou, stel dat mijn dijk is in principe niet zo gevoelig voor scheurvorming. Dus ja. Daar ga ik dan minder naar kijken. Maar als er een scheur in zit, dan heb ik wel echt een heel groot probleem. Nou, dat, dus ja. Zo is die rekensom natuurlijk juist gemaakt. Hè? Dat het gaat, ja, het is te vergelijken natuurlijk tussen twee sterktes. Oh, dat zit er wel in. Ja, het is hier vertaald als het aantal keren dat hij even uit die sommen blijkt dat hij kwetsbaar dat hij de sterkte in die mate afnam dat hij dus kwetsbaar is voor dat degradatiekenmerk. Dus je zou kunnen zeggen van, nou ja, vanuit een sterkte oogpunt in een dijk die niet kwetsbaar is voor scheurvorming, zou dat niet misschien het argument zijn om die scheur op te lossen? Vanuit andere functies zou dat misschien natuurlijk nog steeds wel een reden zijn om daar wat aan te doen. Yes. Bij mij poppen er best wel heel veel vragen op. Mm-hmm. Over ook de criteria die je hebt. Hè. Bij graverij kan ik me voorstellen dat bij een kleidijk dat veel minder impact heeft dan bij een zanddijk met een kleipakket erop bijvoorbeeld. Is daar rekening mee gehouden? Bij een bodemdaling daling van het achterland lijkt me dat de sterkte van je kleilaag groter wordt als die compacter wordt. Dus ik denk dat daar heel weinig invloed zou zijn. Terwijl ja, misschien met oxidatie van veen dat het anders is. Maar zijn er met die zaken rekening gehouden? Nou, er is in ieder geval wel voor die verschillende parameters wat je noemt. Dus wat voor type ondergrond het is en wat voor degradatie je op dat punt dan hebt. Die combinaties zijn dus wel uitgevoerd. Dus het is niet alleen maar voor een slappe kleilaag als het ware uitgerekend, maar veel verschillendere varianten. Ik denk wel, dit is spijker op zijn kop en een beetje discussie die we ook opzoeken met zo'n tool. Want enerzijds is het natuurlijk een hele mooie grote dataset. Anderzijds kent het natuurlijk mega veel beperkingen, hè, van hoe je deze data kan. Het is zeker geen absoluut verhaal. Maar het biedt wel weer, en daarom liet ik aan het begin ook even die overzicht zien. Ja, wat moet je met die kennis? Kijk, uiteindelijk geeft dat weer meer inzicht. En kunnen we nu ook, eigenlijk het mooie voorbeeld wat Wouter Jan ook aangaf, het kan gebruikt worden om weer wat te focussen. Eigenlijk in de sessie die we net ook hadden van helpen dit soort uitkomsten om extra onderzoek naar te doen of extra alert te zijn op bepaalde zaken. Yes. Dus ik denk wel even door naar de volgende. Als laatste wilden we eigenlijk een beetje feedback ophalen. Wat Joost ook net zei, ja, het heeft inderdaad ook beperkingen. Maar de dataset is er wel. Dus misschien kunnen we toch wel op een of andere manier aan een bepaalde informatiebehoefte voldoen. Met deze type dataset. Ik wil jullie uitnodigen om een beetje in groepjes. Iedereen zit al wel een beetje bij elkaar. Maar even na te denken over in ieder geval de eerste vraag. Om het in 5 woorden te kunnen beschrijven aan wat voor informatiebehoeften wellicht zou kunnen voldoen met deze type dataset. Ik denk misschien iets van 3 minuutjes of zo, 5 minuten. En dan kunnen we weer door.
degene die wat losser zitten, misschien even bij elkaar. Ja, het is niet zo makkelijk als met de Mentimeter, hè? Gewoon een beetje bij elkaar. Ja, ik zit er hier toevallig mee. Nee, ik ook. Ik zit hier. Ben ik weer te verstaan? Ja? Ik zie je knikken. We hebben een korte sessie, dus ik breek alvast in. Jullie hebben even kunnen discussiëren over die eerste vraag, hè, van die informatiebehoefte. Er werd net al een voorschotje gegeven. We hebben dit ook gepresenteerd bij de regionale keringendag van de provincie Noord-Holland. Toen Leo Kwakman van Arcades, die hier ook aan meegewerkt heeft, met name aan de schematisaties uitgevoerd. Bij die presentatie kwamen na afloop ook al heel veel, in ieder geval waterschappen die ook graag gewoon de ruwe resultaten wilden bekijken. Dus ik ben even benieuwd. Wie van jullie zou die dataset wel een keer onder ogen willen krijgen? Is die daarvoor interessant genoeg? Ja. Weinig. Oké. <Okay. laughs> dan nog. Sorry? Op welke manier? Was dat de vraag? Dat was vraag 2, maar we beginnen even met vraag 1. Kan ik het groepje hier eens even vragen? Tot welke informatiebehoefte kwamen jullie uit? Nou, we zaten ook te denken van, nou, eigenlijk moet het compleet worden met ook de andere faalmechanismen. Dat je dus inderdaad bij alle faalmechanismen weet waar je op moet letten. Maar aan de andere kant zaten we ook met het probleem van je ontkomt er niet aan dat je het redelijk simpel bekijkt. Hè? Want het blijft een schematisatie en zo. En kan het dan niet zijn dat zaken die eigenlijk belangrijk zijn, dan op een gegeven moment toch als niet belangrijk worden gekwalificeerd en dat je dan het zicht erop kwijtraakt. Dat is ook wel een gevaar. Maar goed. Ja, dus, op zich verdient het wel een kans, denk ik, hoor. Ja, je moet altijd natuurlijk met verstand naar dit soort resultaten kijken. Dank je. En een ander groepje, misschien hier jullie buren. Ik dacht, dan hoef je niet te ver te lopen, maar je moet natuurlijk helemaal om die.
Ik ben zelf wel eens verrast, hè, dat ik dacht van... Ik denk dat het kan helpen om een gevoel te krijgen bij aan welke knop moet... voordat je start, hè, met een traject bijvoorbeeld en je gaat hem beoordelen... en je wil weten van, joh, dit is mijn geometrie, zo ziet hij er ongeveer uit. Nou, dat kan je invullen. Wat zijn nou de knoppen die veel invloed gaan hebben? Zodat je misschien ook, voordat je dus begint met het beoordelen... alvast weet waar je je onderzoek wat meer op wil richten... zodat je daar gedetailleerde informatie krijgt. Ik kan me voorstellen dat daarbij wel wat kan helpen. Ik ben ook wel eens verrast dat ik dacht van, oh, dit heeft wel wat invloed. En dan vulde je het in een sommetje in en dan deed dat niet zoveel. Terwijl andere delen dingen meer deden. Dus dat, daarin kan ik me voorstellen dat het wel kan helpen. Eigenlijk dus, dus echt een hele snelle som om eigenlijk je plan van aanpak voor je berekeningen te maken. Ja. Dankjewel. Dan gaan we even naar die tweede. Dus Kies heeft eigenlijk al een visie gepresenteerd op het gebied van de manier waarop je toegang zou kunnen krijgen tot zo'n dataset. Hebben jullie daar ook een discussie? Heeft er een groepje hier een antwoord op? Van op welke manier zou je toegang willen of zou je dus in die dataset willen kijken, was eigenlijk de achterliggende vraag. Is daar een groep die daar het over heeft gehad? We hebben het niet over het groepje in gehad, maar toen David-Jan aan het praten was, kwam ik daar ineens op. Nee, ik denk dat, want je kunt iets wel in percentages weergeven, maar volgens mij is de conclusie een beetje van, het geeft richting, maar dan zou je ook willen weten waar die percentage, ik in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, zou je willen weten waar die percentages vandaan komen. Hè? Dus wat voor berekeningen zijn nou het meest belangrijk geweest in het bepalen van die percentages, dat in dit geval. En dan kun je ook checken van, klopt dat nou met mijn situatie of... En misschien zelfs die som uit de dataset halen en daar dan mee gaan spelen. Volgens mij is dat een beetje de richting dat je het, laat ik het zo zeggen, met verstand gebruiken, dat je dat ook stimuleert. Dat lijkt me belangrijk. Ja. Deze vraag is ook een beetje achterliggend, want we hebben natuurlijk een mooie Excel met alle resultaten, waar je met draaitabel eigenlijk al hele leuke dingen kan doen. Maar hoeveel terabyte aan achterliggende data zit er ook? Ja. Dat was geloof ik 2 weken aan het overschrijven op een harde schijf. Dus het was ook de codes die je zag in de quiz daarachter. Daar kun je wel tot alle ruwe bestanden eventueel weer terugkijken. Dus misschien is het als DAM niet snel genoeg blijft rekenen. heb je hier in ieder geval alvast een snelle soort lookup table-achtige methode. Maar dat zat er ook een beetje achter. Van hoe krijgen we deze data nou allemaal toegankelijk? Er zijn eigenlijk ook wel wat aandachtspunten gegeven. En we hebben ook wel wat discussie gehad natuurlijk over hoe moet je dit nou weergeven. Van kun je wel die absolute getallen, wat het spelletje wat we net met de quiz deden, 11%, 5%, van hoe is dat voldoende verschil? Dat is bijvoorbeeld een aandachtspunt bij het beschikbaar maken van zo'n tool. Hebben jullie nog andere bedenkingen bij deze dataset van... waar je rekening mee moet houden. Hè. Het idee is namelijk om deze data open te publiceren via de STOA-website. Wat voor disclaimer of proclaimer zou daar wat jullie betreft op moeten? Wat ik een hele lastige vind nog om de brug te maken, is het stapje van wat ik hier zie, hè, wat jullie presenteren, tot hoe zit dat dan buiten in het veld in de dijk waar ik naar kijk. En dan zit er wel heel veel data achter en er zal heel veel statistiek in zijn en zo. Maar goed, je kunt ook in water van gemiddeld 1 centimeter diep staande verzuipen. Dus dat is wel hoe die stap te maken. Ik denk dat dat een belangrijk is. Een kleine suggestie is bijvoorbeeld een koppeling te maken met de digigids. Hè. Wat ik al zei, kun je de digigids categorieën slecht. Hè. Dat, allemaal ingewikkeld dit waarschijnlijk, maar slecht. Dat was het matig. He, ook nog misschien naar verschillende dijktypes of naar ondergrondtypes onderscheiden. Zou dat helpen om zo'n... En dan het liefst wel dat die ondergrond ook daar aanwezig is. En niet van, ik heb 10% kans op die ondergrond en dat dan weer doorwerkt in de som, waarbij je dan weer zoveel procent kans en dan... snap je wat ik bedoel? Dat vind ik een lastige. Ja, het is altijd een balans zoeken, denk ik. Het is namelijk een complexe set. Dus hoe eenvoudig maak je het? En hoe zorg je wel dat mensen met verstand blijven gebruiken? Dat ze niet blijven varen op één doel? Dan alleen maar die te kiezen. Ja.
Ik hoorde de vraag al, maar misschien moet ik het herhalen. Zeg het. Ja. Ja, is er niet in regio's of in bepaalde gebieden een schifting te maken in van nou, dit soort kaders met deze grondopbouw komen in 80% van de gevallen voor? Dus ja, dan heb je al een bewuste voorselectie gemaakt. Ja, ja, wat wij verwachten af te wel. Kaderen, en dan heb je nog altijd inderdaad die disclaimer nodig om die 20+% te ondervangen elders. Ja. Ja, nee, de belangrijkste winst natuurlijk hier was wel van, je kan echt wel een aantal vuistregels waarmee je met een hele conservatieve benadering eigenlijk al vrij veel zaken goed kan keuren. Hè. Deze dataset, hij is ook even gevalideerd met een expert blik van Leeuwen, die al heel wat sommen er ook weer uitgefilterd had. Maar daar zie je wel van, ja, zaken die je verwacht, heb je dan ook kwantitatief onderbouwd. Hè. Dat is natuurlijk een eerste stap met aan winst. En je zou zeker regionaal, hè, als je, ja, we kennen de plekken waar het achterland daalt en waar het in ieder geval niet daalt. Dus daar kun je al een belangrijke onderscheiding maken. Dat is een goede suggestie. Die regionale analyse zouden we ook al graag doen, inderdaad. Ik denk dat het echt heel belangrijk is dat er een geotechneut goed kijkt naar de sommen die eruit komen als invloed zouden hebben. Het is heel bepalend hoe je som is opgebouwd, wat voor type dijk je hebt, of dat ook logisch is en ook werkelijk het geval is namelijk. Ja. De variatielijn die hoogt jullie op in een kleidijk, zoals werd aangegeven, met de bovenste deel waar dan een scheur in zitten. Maar de ervaring leert vaak ook dat dat wel meevalt en eigenlijk alleen in de toplaag volgens mij juist het water gewoon mee afstroomt. Maar dat er dus in je toplaag iets meer water blijft hangen, maar je variatielijn helemaal niet zoveel toeneemt. Bij een rivierdijk heb je te maken met een langdurige hoge waterstand. Nou, grote kans dat er dan op een gegeven moment de variatielijn wel wat stijgt. Maar ja, aan het merengebied heb je een storm, dat is kortstondig. Ja, in welke mate, zeker bij een kleidijk, zal die variatielijn niet wijzigen. Nou, zo zijn er heel veel regionale dingen die echt heel belangrijk zijn. Dus ik zou er een grote disclaimer op zetten. Ja, nou ja, ik denk niet zozeer ook een disclaimer. Maar het is denk ik ook heel belangrijk dat we die black box, hè, ik bedoel, de schematisaties zijn allemaal met geotechneuten gemaakt hierachter. Dat zijn wij twee niet, maar daar kun je wel zeker van zijn. Maar dat wel goed beschreven is. Dus de reden dat we niet zomaar die Excel nu op internet publiceren is juist omdat er eerst wat documentatie bij hoort. Nou, en dat we zo'n sessie als dit eens even verkennen van hoe moet je dat nou openbaar maken. Nou, jullie hebben daar een bijdrage in gehad, dus dank je wel daarvoor. En jullie zien het wel op de STOA-site verschijnen.